Ook toen de kappers konden naar DNA, voor die nog een petitie in, voor dat naar een voorzitter voor DNA. Geachte voorzitter, middels deze petitie willen wij, mensen die contactberoepen uitoefenen in Suriname, het volgende onder uw aandacht brengen. Door de maatregelen die genomen worden ten aanzien van contactberoepen, zijn we genoodzaakt onze zaken eerder te sluiten of gesloten te houden. Door deze situatie is onze klantenstroom minder geworden met als direct gevolg dat wij nu minder verdienen of helemaal niet verdienen. We hebben onze gezinnen te verzorgen en hebben ook vaste lasten en tal van ons ook schulden. Wij doen een verzoek aan u om voor deze getroffen groep een zodanige protocol te ontwikkelen dat wij toch nog ons werk kunnen doen en wat kunnen verdienen om zo te kunnen voorzien in het onderhoud van onze gezinnen. Voor de winkels, restaurants, handelszaken en bussen zijn er zodanige protocollen ontwikkeld, terwijl het besmettingsgevaar daar groter kan zijn aangezien de grote groep mensen die zich tegelijkertijd op die plekken concentreert. Wij vakkenners zijn bereid samen om de tafel te zitten en met ideeën te komen voor het zo goed mogelijk, helpen ontwikkelen van deze protocollen. We kijken uit naar een spoedige reactie uwerzijds. En natuurlijk, u bent hier bij het huis van het volk. En we kunnen ons helemaal terugvinden in die zorg. Omdat vanaf het begin we dealen met een pandemie die ons soms brengt in een dilemma. Ja. Je ziet dat wereldwijd wordt er zelf geprotesteerd tegen lockdowns, tegen maatregelen die worden genomen om het virus onder controle te krijgen. Iemand zei het een keertje, anu a virus okiru morona angri okiru no. En dat is ook een zorg. Want bij het bestrijden van dat virus moet het ook niet zo zijn dat men dit heeft angri. En ik plaats mezelf in jullie schoenen. Want zij die aan het eind van de maand een salaris krijgen, ja, hebben minder kopzorg. Maar u bent afhankelijk van uw klanten die dagelijks moeten komen. Soms veel, soms in mindere mate. Maar aan het einde van de maand lopen de vaste lasten. Schreeuwen de kinderen om eten op tafel te krijgen. En vooral u als man, als vader, heeft daarin een stukje verantwoordelijkheid. Maar ik had graag gewild dat in die petitie ook voorstellen van die protocollen zou kunnen worden opgenomen. Waardoor een stukje makkelijk voor mij is om met de regering daarover te praten. Want we hebben als DNA ook een COVID-commissie onder mijn leiding die voor de regering de maatregelen afkondigt dat we met ze zitten en nat kijken. En 2 weken geleden had ook een commissielid opgemerkt van hoe zit het met die kapsalons. En ik zei toen inderdaad ook die barbershops. Want kapsalon, daar voelen die vrouwen zich prettiger. Maar wij bij die barbershops. En ik was een keertje samen met mijn barber en hij zei, voorzitter, maar ik kan ook werken op basis van afspraken. Ja, want nu komt hij helemaal thuis bij me knippen. Zo zou hij iemand zo kunnen bellen van 8 tot 8:30 heb ik een klant. Jij komt 9 uur. Ja, zodat we toch wat kunnen verdienen. Dus ik weet niet hoe snel het zou kunnen zijn dat u ook voorstellen voor ons stuurt. Want u bent in de sector, u weet het best wat gedaan kan worden, waardoor ik dat meeneem naar de regering. Ik voel mee met jullie. Het is zwaar. Ja, en al geruime tijd praat de regering over tegemoetkoming. Wij als volksvertegenwoordiging, we doen een beroep op de regering
die ondersteuning zo spoedig mogelijk te geven aan zij die getroffen zijn. Ja, maar ik ben blij. Geen moment heb ik gehoord van burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus dat betekent, we begrijpen de situatie. Maar op een gegeven moment, abere en bari, de kosten, ik kon trama apai man, trama ik 10 euro zo moest pai. En dat wordt het zwaar. Maar zeker, ik neem u concert mee naar de regering. Op de eerste plaats moet ik zeggen, ik ben blij dat hij ons heeft toegesproken en zo. En dat hij heeft gezegd dat het zijn aandacht heeft. En dat hij met de regering erover gaat praten. Dus het stemt me goed. Om mijn man de naar Ubaka, ik nam naar Ubaka voetak van Aking, wat kan ik moest komen? Een groep biggie. Toch? Een groep bestaat uit Kapperswang. Een groep bestaat uit Smasei Dunangara, Kapsalon. Dus over het algemeen de Smasei du contactbureau. Dat is een hele groep. Hoe deed je dan gewoon een groep? Omdat we horen dat de COVID-maatregelen, hoe nou kan gewoon een biggie groep. Begrijp je? Maar een groep biggie wel. En even hoe berekenen we naar ondernemen, om mijn money u lasten in naam Musa en Uro, want u zegt dat we kwam berekening, maar om mijn money u denkt u lasten? En even met een grof berekenen, dan is het in de duizenden. Zang, voor een heer Musa en Uro, dan is het in de duizenden zijn lopen mis, als kappers. Dat ik het idee hoe te kappen sluit voor kon, naar assemblee voor die nou een petitie in. De straat. Extra.